Dit is onze abdijkerk. Het is geweldig. Dit is een plaats. Ja. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Veel mensen, als ze lijden zien, geloven ze niet meer in God. En dat is mij altijd vreemd geweest. Ik heb juist als ik lijden zie, zie ik God. En dat het allerkrachtigste zit in iets wat je zo dood kunt maken. Hij heeft zich ook laten kruisigen en hij kon gewoon doodgemaakt worden. En dat geldt eigenlijk ook in de natuur. Ook. Je ziet, het is onvoorstelbaar hoe gul de natuur is. Je ziet de prachtigste bedenksels bloeien en vogels komen uit het ei. En ze zijn er zo weer dood, zo gepakt of gedaan. En dus hij heeft blijkbaar, schoonheid is voor mij ook een godservaring. En God heeft er blijkbaar geen moeite mee om zich zomaar te laten, om zeep te laten helpen eigenlijk. Je mag, wat ons betreft, denk, ja, wat mij betreft, intreden in de schola. Komt u vaak hier? Ik kom hier elke dag. Het is een plek waar ik me heel sterk mezelf voel. Ja, het werkt verruimend, vooral als het weer omslaat naar storm. Dan ben ik heel graag hier. Want het geeft zoveel energie. De gulzigheid van God noem ik het altijd. Iets van, God is zo royaal. Hij verspilt zoveel energie. En om dat zo te zien, dat werkt enorm creatief. Welkom, Tus Kleiner. Ja. Ik heb u al gezien op de DVD's. Ik ben dus een Carmelites. En probeer zo goed mogelijk mijn leven te leven. En dat allemaal hier, hoe lang al? 25 jaar. Dat is daarom is mijn Hollands een beetje gebroken. Ja, maar heel goed. Heel goed. Ik geloof niet dat dit leven voor iedereen beter is. En wat ze vroeger dus zeiden, het kloosterleven, dat is het leven en de leken, daar geloof ik helemaal niet in. Maar voor mij was het beste. Daar geloof ik in. Bent u getrouwd? Ja. Hoe wist u dat u wilde trouwen met deze vrouw? Omdat ik van haar hou. Ja, omdat je... Nou, zo is het voor mij ook. Ik had dus het voorbeeld van Jezus. En ik wist wat hij voor mij gedaan heeft. En ik wilde dus iets terug doen.